Nederland is een waterland. En daarom is het heel belangrijk dat je kan zwemmen. Oh! Niet zo laat! Helaas kunnen deze kinderen dat nog niet. Lily, Jomel, Moët, Jamal, Jasmin, Romy. Wij gaan ervoor zorgen dat ze in een korte tijd hun zwemdiploma halen. Ja! Lange benen, lange tenen. Dit is de bedoeling. Gaat het ze lukken? Nee. Ja. Kom op. 2, 1. Wat zo? Dit is het Zwemsport Zwemteam. Aangezien het niveau niet zo heel erg hoog was, dacht ik, ik neem knijpers mee en bandjes. Ja, ik zie het, maar het lijkt me helemaal niet nodig. Want volgens mij kunnen ze best wel zonder. Die knijper die mag af, die bandjes die mogen af. Bop, ging Mohammed. Ja. Ik zit er wel losgemaakt. Doe eens goed, dacht ik even, Inge. Ja, het was een leuk idee, maar kunnen zonder, toch? Ja. Nou. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan dus drijven en duiken als eerste. Nee. Zonder knijpertjes, zonder bandjes. Nee, het is helemaal niet koud. Vorige week ging drijven niet zo goed. Is dat nu verbeterd door de zwemlessen die ze hebben gehad? En dan gaan we 5 seconden drijven. Ja, doe maar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, makkelijk. Oké. Je kan zien dat jullie zwemles hebben gehad. Mohammed, ging goed hoor. We kunnen ook nog een keertje doen wie het langst kan. Zo lang mogelijk volhouden. 3, 2, 1, go. Daar gaat het. Nou, blijf drijven. Je mag de grond niet raken met je voeten. Ja, jij bent af. Jij bent ook af. Er liggen er nog 4. Jamal, je bent af. Jamal af. Ja, en... Oh. Romy ook af. Het gaat tussen Danny en Mo. Het is... Kom maar. Het is Danny geworden. Danny. Applaus voor Danny. Kom maar. Ja. Danny, kom je prijs maar halen, jongen. Gefeliciteerd. Ik heb voor jou een knijper, ja, alsjeblieft. Blij mee? Dank u wel, ja. Daar doen ze echt een moord voor, hoor, die dingen. Vorige week gingen er een paar plat op hun buik. Nou. Oh. We gaan ook kijken of dat nu verbeterd is. En we hebben iets extra's. We hebben deze hoepel erbij. Hola. Ja. Oh. Zonder hoepel even een keertje? Nee. Met hoepel? Ja. Hartstikke goed. Ja hoor. Nou, dat is goed. Dat is best een mooie duik, toch? Smit, kom eens. Jij ging vorige keer een beetje plat. Je doet het hartstikke goed. Ik ben trots op jou. En Jasmin, ik ben ook trots op jou. Jij zei, ik vind het een beetje eng. Maar omdat jullie het zo goed doen... heb ik een kleine verrassing voor jullie. Jullie mogen van mij heel even van de glijbaan. Nou, lopen. Hoe is dit? Dit is leuk, hè? Ja. Mohammed, dit is mooi, hè? Hé, we gaan nu terug naar de groep, maar we vertellen ze niks. Deze glijbaan alleen voor jullie. Goed gedaan. Hartstikke goed. Supergoed. Er zijn nog wel kom er maar bij. Die wat beter kunnen natuurlijk. Ja. Maar voor de eerste keer is het best goed, hoor. Aankomende week gaan jullie weer thuis hard oefenen. Zullen we dat afspreken? Ja. Zonder flippers, hè? Inge, ik vond dat jij het hartstikke goed hebt gedaan. Ik heb nog een verrassing voor jou. Ja. Loop je even mee? Oh. Volgende week gaan we verder met het Zwemsport Zwemteam. Tot dan.